Ik heb gisteren deze... Oh, dat is! Jee, hoor je? Ik ben ondertussen gezellig met Denise. En de andere keer vind ik het zo leuk dat het echt... Oh, en ik krijg af en toe een vraag wat het geluid is helemaal aan het begin bij de voorstukjes. Ik heb nu even zo'n momentje dat ik denk, let's do this. Deze is veel stoerder. Net, nog een paar minuutjes. Het is dinsdag en het is Koningsdag. Alleen, er is natuurlijk geen echte Koningsdag. Dus daar doen we verder niks aan. Behalve dat Sarah, geloof ik, de oranje shirtje weer aan wilde doen. Want die heb ik van de week heel snel gewassen. En ik heb gisteravond nog wat leuks binnengekregen. Dat heb ik gisteren niet laten zien. Maar dat is ook voor Sarah. Dus ik heb het een klein beetje opgemaakt en ingespiekt. Maar verder nog niet. Dus dat ga ik zo aan haar geven. Maar die is zich nu aan het aankleden. En verder hebben we gewoon gebruik gemaakt en is het vandaag gewoon een relaxe dag. We hebben 1 afspraak vanmiddag. We doen gewoon lekker chill aan vandaag. Ja. Ze heeft zich zo leuk aangekleed. Ja, nieuwe laarzen. Ja, in ieder geval die heb je al even, maar je draagt ze niet heel vaak. Maar deze houden we netjes. Ja, alleen heb ik een beetje gekeken, maar dat mag veel wat even. Nou ja, op zich bij deze outfit vind ik het niet eens storen. En dan de shirtje zo opgeknoopt, dat heeft ze van YouTube-filmpjes. En dan het rokje. Nee, anders gaat het over mijn hele rok heen. En dan moet ik een rok niet meer zien. Ja, je zou hem er wel in kunnen doen, dat wel. Maar nee, dat is niet zo lekker. Je ziet het wel elke keer bij YouTube-filmpjes. Maar ik vind het wel heel leuk gedaan. En ik heb gisteren nog wat leuks binnengekregen. Ik heb gisteren deze hele grote zak met kleding van River Island binnengekregen. Dit is allemaal van Sarah. Woe! Jee, mooi hè? Yes. Er valt wat. We gaan het één voor één even openmaken. Ik denk dat het slimste is dat we gewoon beide dingen openmaken en laten zien. Kijk, dit zijn ondergoedsetjes. Ja, die hoef ik niet per se uit te gaan laten zien. Maar de kleding is wel leuk. Ja, maar dit, moet plastic dit ook. Daar in het hoekje neergooien, want anders wordt het zoveel. Ja, die pak ik zo wel uit. Nee, deze doe ik wel. Dit is echt zo leuk. Dit is dus een twin set. Dit is dus een gebreid topje. Met een gebreid vest eroverheen. Echt super leuk. Ik vind hem echt geweldig. Lukt dat, schat? Anders doe ik die openmaken. Doe jij even een ander. Je ziet hem zo toch. Het is toch allemaal voor jou. Ja. Ja, groeit. Dat is het voordeel voor jou, hè? Dan moet je gewoon nieuwe dingen. En deze vonden wij heel handig. Zij wilde elke keer al heel graag een riem. Alleen, ze heeft vaak spulletjes die ze dan mee wil nemen. En zij heeft ook geen tas of wat dan ook. En... Wel, ik heb wel tas. Ja, maar dat is niet altijd handig als je aan het spelen bent. Oh, die is leuk, hè? Heel leuk. Geweldig. Dus, dan hebben deze wij... Deze is heel cool. Ja, en dan hebben we hier... Er zit een tasje en een vakje aan. Ja, dan kunnen we hier even een oorbellen. Zien, want hij is zo. Dus als ze bijvoorbeeld de ring even af wil doen, of stel ze krijgt de huissleutel even mee. Deze heeft een ritje en is helemaal dicht. Deze kan wel meer iets uitvallen. Maar dan heeft ze en een hele coole ring... En deze dingetjes eraan. Dus ja, dat vonden we helemaal leuk. Ik. Even kijken. Ja, ik ook. Ik is dat. Ja, jij hebt hem gezien. Maar ik vond hem net zo. Ja, dat is een leuke t-shirt. Ja, deze was jij helemaal verliefd op, hè? Ja. Dat is deze. Die vindt zij dus ook echt helemaal geweldig. Ik ook. We hebben alles in overleg samen. En deze? Ja, deze is stoer. Die heeft een beetje een rock'n'roll vibe. En deze is ook best wel props. Met highways is dat echt heel erg leuk. Oh, dit is mijn pantenrok. Jurkje voor mijn t-shirtje. Dan hebben we deze. Dit is een pyjama. Maar het is een dubbele pyjama. Oh, kijk. Dit pakje. Kijk dan. Deze. Ja, dat is dat setje. Ik zal het zo even goed laten zien. Kijk, het is dus... broek. We gaan lekker door elkaar. En, rok. En dit. Topje erop. Dit topje. Gaaf, hè? Ja. Kijk, dit is het korte broekje. En het shirtje. En er zit een scrunchie en een masker bij. En dan zit er ook een pyjama top bij. En een pyjama broek. Oh, dat is weer zo. Ik ga hem in allerlei variaties. Dit is deze. Deze broek heb ik ook in een andere soort. Maar deze is ook echt. Ja, dat lijkt op dat ene rokje wat je hebt. Maar dit is een jurk. De jurk ervan. Moet je hem even goed laten zien?
deze rok, zal ik maar even goed laten zien. Die hoort dus bij die top. Echt geniaal, vind ik het. Ja, deze is ook echt leuk. En die is van die banden. De schouder. Maar ze heeft zo'n rokje. Die vindt het geweldig. Dan heeft ze dus zo'n jurkje. Want het rokje begint kleiner te worden. Oh, dat is de laatste al, hè? Ja. Zo gaan we er wel wat sneller doorheen. Dus het werkt wel. Dat gaan we even onthouden. Dat is ook weg. Oh. Dit is je bikini. Zo, hij ziet er alleen, vind ik, heel erg groot uit. En kijk dan. Dit is de haarband. Bikinibroekje. Dit is een topje met haarband. Ja, met haarband. Alleen moet ik zeggen, Sarah, ik weet niet of je hem deze zomer al past. Want ik vind hem er heel groot uitzien. Ik ga even kijken. Ja, ik weet het niet. Dat is jouw toepassen. Sarah zegt al net, ik ga niet nu passen hoor. Ik heb me net aangekleed. Ik zei, dat is goed. Komt wel goed. Hij is wel echt heel leuk, zeg. Geweldig. Ja, en deze staat echt heel leuk bij elkaar. Ja, die is echt, die vind ik heel leuk. Deze twee staan leuk bij elkaar. Maar die kunnen niet bij elkaar. Ja, weet ik. Hé, hey, ben je blij? Ja. Ja, ik vind het ook heel leuk. Wat je lief, hoor. Dankjewel. Ik ben ondertussen gezellig met Denise. En Lola. En Sarah. En we gaan... Ik ben hier altijd, mama. Ja, maar ik ben wel met jou. Love letters spelen. Toen was het toch nog geslaagde middag. Niet in mijn tas rommelen, dame. Mag ik een tic-tac? Misschien zo. Maar nee, dit... Maar hoe kan dit zo hier tegenaan blijven? Ja, het zijn magneetjes. Zitten daarin. Handig, hè? Maar gaat wel heel makkelijk open en dicht. Soepele flap en toch de magneetjes. Dus, en nu moeten we naar Sarah afspraak. Want die gaat gewoon door. Want ja, het is toch niet echt een koningsdag of zo. Het is niet dat je naar het centrum gaat en een leuk feestje viert nu of zo. Dus ja, dan maakt het niet heel erg uit. En ik zo thee met koekjes. Bij mijn oma, want die afspraak is van blij. Klopt. Vandaag krijg ik Let's My Yours, een van mijn lievelingskoekjes. Door opa. We zijn thuis en ik heb gelijk lekker koekje in de oven gedaan. Vroeger deed ik het vaak in pan, maar laatst deed ik het graag in de oven. En ik ben lekker aardappeltjes aan het bakken. Zelfs nog even met Sira aan het buiten spelen. Dus als het iets zo klaar is, dan kan ik haar naar binnen roepen. En daarna is eigenlijk alweer douchen bedtijd, want we eten wat later. Nou, dat is niet zo'n boeiende koningsdag. Maar echt, ik moet wel zeggen, Sarah ook, maar ik ook. We zijn zo blij met de kleding. De ene keer heb je kleding en dan denk je, ja, wel leuk, weet je, ben je er blij mee. En de andere keer vind je het zo leuk dat, echt, dat je er gewoon niet over op kan houden. Nou, zo leuk vinden we echt eigenlijk alles wel. Dus dat is echt fantastisch. Dadelijk als Sarah aan het doen is, ga ik de eerste dingetje strijken en dan kan het in de kans. Oh ja, ze heeft morgen schoolfoto, dus dan moeten we ook nog even gaan uitzoeken dadelijk wat ze dan morgen aan gaat doen. Alleen ze verdelen het over 2 dagen en ze heeft morgen wel als het goed is de individuele foto. Alleen de klasfoto kan ook de dag erna zijn, dus misschien dat we 2 outfits moeten uitzoeken. Het is een beetje apart geregeld, vind ik altijd, maar ja. Het is zo, ik hoop dat ze gewoon morgen ook de groepsfoto heeft. Dus dat moet ik eigenlijk niet vergeten. Dan leggen we het echt graag helemaal klaar. En dan zet ik de wekker toch even 10 minuutjes eerder. Dan zijn ze heel erg van haar zelf doen en niet heel erg opschieten. Dus ik denk als ze dan wat eerder staat en ze heeft ontbeten, hebben we echt tijd om de kleertjes netjes te doen en de huidjes netjes te doen. En dan wordt dit hopelijk echt een hele leuke foto. Oh, kijk hoe lekker. Jam, jam. Ik heb echt gelijk toen ze op het lag. Het was de eerste vlog geëdit. Oh, ik dacht dat het niet scherp was, maar wel. Dus die heb ik nu aangezet om te renderen. En ik krijg ook het bericht dat de picknick er bijna is. Dus mooie timing en heb ik hier gewoon weer ingedaan. En ik wilde wel proberen 2 te doen. Want even kijken, ik heb wel alles ingeladen. Moet er nog 2. Daarna, zeg ik dat goed? Volgens mij wel. En anders moet ik morgen natuurlijk weer 3. Ja, nog 2 hierna. Dus ik wilde hier gewoon in ieder geval nog 1 doen. Maar ik wil ook het einde van de Real Housewives of Beverly Hills eigenlijk wel heel graag kijken. Dus ik denk eerst boodschappen. En deze vlog was gelukkig niet zo heel lang. Dus die zal met renderen ook wel snel klaar zijn. Want als ik ga editen en renderen tegelijk, dan gaat het allebei heel traag. En soms loopt hij vast. Dus dat schiet ook niet op. En ik weet het niet meer. Maar goed, dit is in ieder geval gedaan. En... 1 staat er dan in ieder geval dadelijk sowieso weer op. Dus dan blijf je in ieder geval toch een soort van bij. Oh, en ik krijg af en toe de vraag wat het geluid is helemaal aan het begin bij de voorstukjes.
Dat is het officiële intro van het nummer. Dat vergeet ik elke keer te vertellen. Maar die heb ik dus zacht staan. En zo begint het nummer. En eigenlijk waar het nummer normaal echt open gaat, zeg maar, dat is het stukje wat je bij mijn intro videootje ziet. Dus ik heb de officiële opbouw van het nummer heb ik nu onder video's gezet. Want ik weet niet, ik vind het gewoon net iets meer sfeer geven. Ik vond het wat leuker. Ik probeer ook wat meer clipjes erin. Ik vond het zelf leuker zo. Maar ik ben natuurlijk altijd benieuwd naar jullie meningen. Dus laat vooral hieronder even weten, vind je het leuker zo? Of vind je het eigenlijk minder leuk zo? Ik vond het wat gezelliger. Wat voller, wat drukker. Er gebeurt wat meer. Maar ja, dat is mijn mening. Als iedereen die kijkt zegt, nou ja, ik vind helemaal niks, dan vind ik het ook geen probleem om het weg te laten. Ik bedoel, zo boeiend vind ik het ook niet. Alleen, ja, mij leek het dus wat leuker. De boodschappen gelijk weer binnen. Timing gaat heel mooi vandaag. En er zit iets bij. Hier keken Sarah en ik naar uit. Deze vinden wij dus zo lekker. Frieslollies! Yay! En weer bananen. Ik heb vanochtend mijn laatste op, dus morgen gelijk een nieuwe. Dus dat komt perfect uit. Even snel alles koud leggen wat koud moet. En de rest opruimen. Oh, en dan hoop ik dat mijn vlog zo klaar is, want dan kan ik even door. Ik heb nu even zo'n momentje dat ik denk, let's do this. De derde vlog staat te renderen. Yay, ik weet niet of ik hem kan uploaden, maar hij staat in ieder geval te renderen. En ik heb weer heel gezond een appel. Oh, en ik was vanochtend op de weegschaal gestaan. En er was heel veel vanaf. En ik weet ook hoeveel ik er nog vanaf wil. Dus, en eigenlijk is het spontaan goed gaan, want het lukte me elke keer niet. En eigenlijk sinds die avondvierdaagse, toen was ik gewoon weer in beweging en ja, toen ging het eigenlijk vanzelf. En normaal vind ik het altijd wel makkelijk om erop te letten, maar afgelopen jaar gewoon niet. Maar nu heb ik ook echt zoiets, ik wil het wel echt doorzetten. En ik word er gewoon weer helemaal blij van. Ik zie het ook gewoon, ik film mezelf natuurlijk uiteraard heel veel. En dan zie je gewoon in stils en zo, zie je gewoon echt het verschil. En dat is zo'n fijn gevoel. Daar ben ik echt zo blij om. Dus dat motiveert dan ook wel om te denken, nee, niks verder snacken. Gewoon een stukje fruit 's avonds. En dat vind ik het moeilijkste stuk. 's Avonds, want ik heb 's avonds gewoon altijd heel veel honger. Dus ik heb mijn appel, ik heb thee. Ik wacht tot mijn laatste vlog klaar is met renderen. En dan ga ik verder gewoon niks meer eten. En als het goed is, ga ik ook nog voor 12 naar bed. Dus, nou, let's hope so. Ja. Dat was het. Oh ja. En we hebben een hele leuke outfit voor Sarah neergelegd. In ieder geval, ik vind het een hele leuke outfit. En Sarah ook. Voor de schoolfoto. Wel weer anders dan de voorgaande jaren. Maar dat vind ik altijd wel leuk. Deze is veel stoerder. Maar Sarah had net zoiets. Ik had de camera meegenomen. En zei, mama, ik vind het leuker als we het nog niet filmen. Want dan kan ik het gewoon morgen laten zien als ik gewoon aangekleed ben. Dat vind ik leuker. Nou, daar was ik het ergens wel mee eens. Dat ik dacht, ja, dat is ook inderdaad wel leuker. Dus we hebben het wel klaar liggen, maar als morgen alles op tijd is, laat ik het dus morgenochtend zien. Oké, 2 over 12, maar de vlogs staan allemaal online, dus ik ben alsnog trots op mezelf. Ik denk dat ik het mezelf maar moet vergeven. En nu snel naar mijn bed, dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op die knop hieronder of hieronder. Weet ik niet, ergens hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!